Henk Vreese, jullie zaten in zo'n goede serie. Wat was er mis vandaag met jouw ploeg hier op Woudestein? Want ik herkende je ploeg niet terug en volgens mij echt een verdiende zege van Excelsior. Ja. Wat is er mis aan mijn ploeg? Ik denk dat ik juist moet praten over, ondanks dat het mijn ploeg niet is, over een ploeg die alles gedaan heeft om te winnen. En misschien is dat ook gelijk de kern van ons verhaal. Wij hebben gewoon niet alles gedaan om deze wedstrijd te winnen. En uiteindelijk is er maar echt een korte fase dat jullie wel in de wedstrijd kwamen. Een kwartier na rust. Had je toen nog wel het idee van dit breien we recht, zoals veel ploegen hier op Woudestein hebben gedaan? We hebben natuurlijk best wel kwaliteiten om zelfs in een matige wedstrijd of een mindere wedstrijd van ons te scoren. Eerlijkheidshalve moet ik eerlijk zeggen, het begin van ons was zo slap. Het is verdomd moeilijk om je dan weer daar overheen te zetten. En dan heb je ook wel een bepaalde soort wedstrijdmentaliteit nodig. Of een melijkmentaliteit. En het was duidelijk dat we dat vanaf het begin niet hadden. En volgende week de wedstrijd tegen Feyenoord. Mede daarom vraag ik jou. Want dat wordt wel een wedstrijd. In Rotterdam hopen ze allemaal dat Vitesse iets cadeau doet. Maar dat doen jullie niet. Ja, in de sport bestaan geen cadeaus. Ik denk dat voor ons al heel lastig is dat Ricky wegvalt. Dus voor Feyenoord kan dat een voordeel zijn. Maar goed, ik denk dat Feyenoord nog morgen zelf een hele belangrijke heeft in dat opzicht, voordat ze naar ons kunnen kijken. Maar in de sport bestaan geen cadeaus. Er bestaan wel sympathieën of sympathie. Maar die heb ik zeker. Maar goed, iedereen zal begrijpen dat Vitesse is mijn club nu. En ik doe alles in het belang van Vitesse. Maar goed, ik zal niet ontkennen dat ik hoop dat ze het worden. Maar nogmaals, ik ben topsporter geweest. Dat zou je nu niet zeggen, maar dat is echt zo. Mijn spelers zijn topsporters, die zullen niet, en dat zou je vanavond ook niet zeggen, maar dat is echt zo. Maar cadeaus, dat werkt niet in de sport. Maar hoe werkt het wel één week voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd in de clubhistorie? Is het dan niet zo dat spelers met kleine pijntjes misschien niet willen spelen? Misschien dat spelers toch bij een doorgebroken speler denken van, hey, laat maar lopen? Kleine pijntjes niet, want dat hoort bij de topsport. Ik vind dat ze daar ook niet over moeten zeuren. Maar het is natuurlijk wel zo dat je bijvoorbeeld een speler als Miasga, die hebben wij echt nodig in de finale. Die gaat er vandaag af met een hamstring. Daar ga je niet zomaar risico's mee nemen, dat is duidelijk. Maar nogmaals, alles in het belang van Vitesse. En tot slot, Ricky van Wolfswinkel inderdaad geschorst. Wat vond je van zo'n gele kaart die dan eigenlijk in de extra tijd oploopt, waardoor hij dan in ieder geval Feyenoord mist en eigenlijk zich nu op de bekerfinale kan concentreren? Ja, weet je, ik weet niet wat hij gezegd heeft. Ik ken Ricky als een man die nooit, zelden of nooit, naar de scheidsrechters wat aangeeft. Maar volgens mij, de scheidsrechter die zal ook niet zomaar een gele kaart geven. Dus ik weet niet of het terecht is, ik ga er vanuit. Maar vandaag hadden wij totaal geen recht van spreken, dus ik ga ook niet richting de scheidsrechter uitlatingen doen, want daar heeft het totaal niet aan gelegen.